Jos Piri, de klachtencommissaris. U hebt de brief onderzocht die ondertekend is door 75 omwonenden van het nieuwe terrein waar het AZC zou worden gehuisvest. Wat stond er in die brief? Het is een klachtschrijven. Komt er feitelijk op neer dat de gemeente niet datgene gedaan heeft wat ze in een eerder besluit hadden beloofd. Een eerder besluit, december 2014, staat mensen, we gaan een plek aanwijzen, gaan we zoeken voor een AZC. U mag een aantal suggesties indienen. Dat is ook gebeurd. Er zijn een vijftigtal suggesties naar voren gekomen. En uiteindelijk in september 2015 heeft de gemeenteraad besloten dat het de locatie Esmarken wordt. Nou, de klacht was, we zijn betrokken bij suggesties. Er was een toezegging dat wij ook betrokken zouden zijn bij de locatiekeuze. Ik heb dat onderzocht. Zonder daar een eigen mening over te hebben, van gewoon gekeken wat is nou precies het besluit van 2014 en hoe is het ook echt waargemaakt. En ik constateer dat er in 2014 niet is gezegd dat mensen worden betrokken bij de locatiekeuze. Er is toen eigenlijk ook redelijk duidelijk gecommuniceerd. Het college zal met een voorstel komen voor één locatie en de bevolking zal worden betrokken bij de inrichting van die ene gekozen locatie. Dat betrokken is iets anders dan meepraten. Betrokken is volgens mij ook meepraten, maar niet over welke locatie kies je uit de 50, maar wel over hoe richt je die gekozen locatie nu in. Dat is wat gezegd is in december 2014. En de klacht nu van uiteindelijk bent u uw belofte niet nagekomen, daar moet ik zeggen, dat is onterecht. Want wat mensen dachten dat ze mee mochten beslissen. Ja, dat beeld is ontstaan. En ik kan me overigens ergens wel voorstellen dat beeld is ontstaan, met het besluit van december 2014... dat kun je op verschillende manieren lezen. Het is eigenlijk, er staat eigenlijk, als je heel goed leest, er komt een voorstel voor één locatie. U wordt betrokken bij de inpassing op die locatie. Maar je zou het, als je wel ook anders kunnen lezen, hoewel dat niet echt voor de hand liggend is. Nou, op die manier is een verwachting ontstaan bij bewoners van, we worden erbij betrokken. Nou, dat is ten onrechte. Ik heb ook gekeken. Ja, formeel heeft de gemeente dus gelijk. Maar je zou ook kunnen zeggen van, als u al zoveel vraagtekens erbij hebt, dan hebben de klagers toch ook wel een beetje gelijk. Nou, ik heb ook geschreven dat ik me kan voorstellen dat mensen zich op het verkeerde been gezet voelen. Maar ik heb van de andere kant gekeken ook van, rond dat besluit, dat bestreden besluit, hoe is er over in de raad gepraat? Wat is er precies bedoeld? Hoe is er over ook naar de pers gecommuniceerd? Wat heeft er ook in de krant gestaan? En daar was toch heel duidelijk het verhaal van, u dient een aantal suggesties in, is ook gebeurd. Het college komt met één voorstel en dan praten we verder met de bewoners over de inrichting van de enige kooslocatie. Dat is wat er in december 2014 is bedoeld, besloten en ook is toegelicht. Daarmee maakt het toch wel duidelijk wat de richting was die de gemeente zou gaan volgen. Een tweede punt is dat klagers zeiden, er ligt geen communicatieplan. We zijn veel te laat geïnformeerd. Dat blijkt niet juist te zijn. Er was wel een communicatieplan. Ik heb dat gewoon ook geanalyseerd. Ik heb de stukken gezien. En er was een hele planmatige manier van communiceren op het moment dat de locatie, het voorstel voor locatie Esmarken naar buiten ging. Dat werd wel doorkruist, doordat een dag te vroeg het al uitlekte in de pers. Maar er lag een communicatieplan en het communicatieplan is ook gewoon gevolgd in alle stappen. Dus ik kan niet anders dan concluderen dat er wel degelijk in die fase een planmatige communicatie was. Ja, en tot slot, er zou weinig aandacht zijn voor de veiligheidsaspecten. Ja, dat is het derde element van de klacht. En ik heb geconstateerd dat er in de keuze voor de locatie, in de afwegingen tussen de locaties, geen veiligheidsanalyse is gemaakt. Dat is ook heel moeilijk, ook als je niet weet voor welke doelgroep, gezinnen of alleenstaanden, dat je spreekt. Normaal gesproken zijn dat soort afwegingen ook heel, ja, zeg maar, ruimtelijk van aard. Wat is de beste plek? Er is een afweging gemaakt voor hoe ga je de gekozen locatie veilig inrichten. En dat sluit ook aan bij wat ik als eerste zei. Er wordt eerst naar de locatie gekeken en dan kijk je dat je die locatie ook bewezen veilig kunt beheren. Nou, daar is voldoende aandacht aan besteed door de gemeente. Ook de hele proces door is er een hele tijd ook al gecommuniceerd tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie. Dus dat element veiligheid heeft wel degelijk zijn plek gehad. En het is nu ook aan de gemeente, aan het college, om bij het besluit dat er moet gaan komen over de omgevingswet, wat volgende maand waarschijnlijk genomen gaat worden, om dan ook aan te geven hoe men die veiligheid daadwerkelijk heeft geregeld. Dus er is nog wel een verhaal te vertellen rond veiligheid. De drie klachten in de brief zijn dus allemaal ongegrond? De klachten zoals ze geformuleerd zijn, als je analyseert wat is er nou gezegd en wat is er gedaan,
zijn onterecht, want er is wel gedaan wat is gezegd. Al vind ik ook, dat wil ik er wel bij aangeven, dat de gemeente op een aantal punten duidelijker had kunnen zijn. De gemeente had duidelijker kunnen zijn in dat ene besluit, wat je ook anders zou kunnen lezen. Dat moet je niet laten gebeuren. Daar moet je scherper in zijn. Een besluit mag maar op één manier te begrijpen zijn. En ik vind ook bij dit soort lastige processen dat je eigenlijk aan de voorkant moet communiceren hoe je het hele proces gaat inrichten. Maak een spoorboekje waarin je van begin tot eind, en al duurde 2 jaar zo'n heel proces, aangeeft welke stappen je gaat zetten, wie je erbij betrekt, hoe mensen kunnen participeren, wie wanneer welk besluit gaat nemen, dan ben je veel helderder. Er wordt nu eigenlijk door de gemeente van fase tot fase gewerkt. En dan is het heel moeilijk voor de burger en ook voor de gemeenteraad zelf om overzicht te krijgen over de stappen die gezet gaan worden. En dat leidt tot onduidelijkheid. Hoe was het voor u als commissaris, klachtencommissaris, om naar deze klacht te kijken? Het is een bijzondere klacht. Omdat de klachten gericht zowel naar de gemeenteraad als het college als de burgemeester, de drie zeg maar, organen van de gemeente. Dat gebeurt niet vaak, dus dat maakt het wel bijzonder. En het gaat natuurlijk ook over een onderwerp wat maatschappelijk heel breed speelt en wat enorm veel commotie met zich meebrengt. Dat maakt het wel heel erg lastig. Dat is wel op eieren lopen. Maar ik heb toch geprobeerd om heel dicht te blijven bij wat staat er in die klacht, wat zie ik nou echt dat er gebeurd is en daar een conclusie uit te trekken. Heel objectief. Niemand heeft mij in welke richting dan ook gedrukt. Dus mijn volledig eigen oordeel als onafhankelijk klachtencommissaris. Vanmorgen hebt u de klagers geïnformeerd. Wat was hun reactie? Ik zou zeggen, vraagt u dat de klagers zelf. We kunnen voor zichzelf spreken. Ze zullen niet blij geweest zijn. Vraag u dat aan de klagers. Dat lijkt me veel zuiverder dan dat ik dat ga vertellen.